Een snelle evacuatie uit Aleppo is de allerlaatste kans om levens te redden. Maar vandaag zijn er opnieuw vuurgevechten uitgebroken. Welke gevolgen heeft dit voor de stad? Welkom bij Uitgelicht. Het Rode Kruis berichtte vandaag dat het de allerlaatste kans is om mensen uit Aleppo te evacueren. De strijd leek gestreden, maar de burgers zitten nog steeds vast. Bij mij aan tafel Fijke ter Velde. Goedenavond. Hallo. Ja, vandaag opnieuw die vuurgevechten uitgebroken. Nadat gisteren een staakt het vuur was uitgeroepen. Hoe komt dat? Ja, dat is iedere keer. Hè. Dan hebben ze een overeenkomst gesloten en dan beschuldigt de ene partij de andere dat die begonnen is. En het gaat gewoon door. Ja. Dus ze zeggen het een en ze doen het ander. Dat is eigenlijk al 2 jaar, 3 jaar aan de gang daar in Syrië. Ja. Waar dus pogingen worden gedaan om de vrede terug te vinden. Ja, want waarom is het zo moeilijk om die burgers te evacueren uit de stad? Nou, omdat ze niet doorgelaten worden. Het is te gevaarlijk. Ja. En die zit in het centrum, zeg maar, in dat oostelijke deel. En daar kunnen ze niet weg. Vanmorgen stonden bussen klaar. Er was een overeenkomst gesloten. Mensen zouden mee kunnen. Maar ja, toen begon voluit, werd er weer geschoten. Ja. Niet gering hoor, met automatische wapens. Niet met kanonnen, geloof ik. Tenminste, Alexander van Hoorn geloven moet. En die kun je best geloven, dat is een goede journalist. Maar het was hevig, het was heel hevig. En men kon niet weg. En de bussen zijn weggegaan. Die zijn weer weggegaan. Ja. Dus de burgers zitten nog steeds. En de mensen zitten daar nog steeds vast. Ja. Ja. Ja, de Russische ambassadeur in de VN, Churkin, die zei dat de burgers niet weg hoeven. Dat ze veilig zullen zijn voor de regering. Ja, hoe geloofwaardig is dat? Dat was een Rus die dat zei. Ja, Russische ambassadeur. Ja, die hebben de grote belangen. En die willen een beetje fatsoenlijk voor de dag komen. Ja. Maar ze doen er ook allerlei misdaden met bombardementen op burgers en zo. Dus dat kunnen we niet helemaal vertrouwen. Nee, dat is eigenlijk niet geloofwaardig dat hij dat zegt. We kunnen beter het Rode Kruis doorlaten en de VN-hulpverleners en anderen die daar zijn. Want er is genoeg hulp en het staat allemaal klaar. Maar ze kunnen er niet door. Nee. Nee, er werd gezegd dat er vorige week of afgelopen weekend 82 executies waren gedaan door het Syrische leger. Ja. Zij doen weinig om de burgers te helpen ook. Hoe nou ja, dat bedoel ik. Het Syrische leger, dat zijn dus de bondgenoten van de Russen en andersom. Ja. Maar er wordt op grootschalig gemoord. Ja. Je moet niet erop rekenen dat er genade wordt betracht voor de rebellen. Nee. Als die eenmaal overwonnen zijn, dan worden die allemaal geëxecuteerd. Ja, want waarom probeert de Syrische regering de burgers niet te hulp te schieten? Nou ja, de Syrische regering is net zo wreed als al-Nusra en als IS. Ik bedoel, dat is altijd al zo geweest. In 1982 heeft Assad senior in de stad Hama 20.000 mensen op één dag met mitrailleurs neergeveld. En die hele stad met de grond gelijk gemaakt. Omdat het was een Soenitische stad met name. Mm-hmm. En die kwam een beetje in opstand tegen de regering. En dat was in één dag was dat bekeken. Dat was een geweldig bloedbad. Er zijn veel mensen vergeten. Ja. Maar 22.000 mensen die daar werden afgemaakt. Ja, op één dag. Ja. Ja, en nu dus opnieuw een bloedbad in de stad. Ja. Ja, ja, precies. Ja, dan in een andere stad. Maar ja. Het is de mentaliteit, hè. Er is geen menswaardige. Ja, ik weet niet of dat de oorzaak de islam is. Dat weet ik niet. Ik ben geen deskundige op dat gebied. Nee. Maar het lijkt er wel op dat dat zo is. Ja, aan de telefoon hebben we even Jurien ten Brinke. Goedenavond, meneer ten Brinke. Hey, goedenavond. Ja, in Nederland heeft u zich natuurlijk hard gemaakt voor de vluchtelingen, ook uit Syrië, gastgezin voor een vluchteling opgezet. Wat deed dat met u toen u dat nieuws hoorde? Ja, drama natuurlijk, hè. Het is natuurlijk aan de andere kant van de wereld zo'n beetje, dus het is heel ver bij Nederland en bij onze dorpen en steden vandaan. Ja. En tegelijkertijd zitten we natuurlijk in een tijd waarin het via social media zo ontzettend dichtbij komt, alsof je in de straten als toeschouwer staat te kijken. Dus toen gisteren al die berichten langskwamen, last call from Aleppo, ik ben gisteren al even een beetje van mijn leg geweest. Ja. Drama wat er gaande is. Ja, heftige situaties die we zien ook in de media. Ja, het is ingewikkeld hè, om wat over te zeggen, want ik ben gewoon een leek daarin. Maar tegelijkertijd wel gewoon zie je het leed van zoveel medemensen. En dat raakt wel, joh. Ja, zeker als ik terugdenk aan de gesprekken die ik gehad heb afgelopen jaar met Syriërs die hier in Apeldoorn in de notenpan gezeten hebben. En met een aantal hebben we nog altijd goed contact. Eten heel regelmatig met elkaar. En die lijden daar echt gewoon
ja, zinnelijk aan. Je ziet het gewoon aan ze. Ja, precies. Alleen maar met die situatie daar in hun land bezig zijn. Ja. Kan er nog iets gedaan worden momenteel om die mensen in Aleppo te helpen? Ja, geen idee, joh. Kijk, het is natuurlijk super complex, hè, omdat er allerlei verschillende rebellengroeperingen daar actief zijn. En die is ook best wel bewust dat er natuurlijk vanuit de media vaak ook weer vanuit één hoek geredeneerd wordt. En de situatie benaderd wordt en overgeschreven wordt. Maar ja, weet je, wat we hier in Nederland gewoon kunnen doen is lawaai maken over het onrecht wat gaande is in deze wereld. Ja. En gisteravond moet ik eerlijk zeggen, ik had er nog een Facebook-post aan gewijd. Ik kon er niet van slapen, ingewikkeld en verdrietig. En tegelijkertijd denken van ja, joh, laten we nog maar eens een keer een bericht posten en roepen en zeggen dat we verschil kunnen maken. Ja, door gewoon al... maar lawaai te maken. Hè? Ja, en noemt het al lawaai maken. Wat kunnen wij als christenen in Nederland doen voor deze mensen? Nou, kijk, een van die bijbelteksten die mijzelf iedere keer weer heel duidelijk aanspreekt of aanspoort is Spreuken 31 vers 7 en 8. Hè. Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van hen die vertrapt worden. Spreek, ja, oordeel rechtvaardig, geef armen en behoeftigen hun recht. Zo'n soort bijbeltekst, nou, dat zet me in beweging om daar maar even wat over te zeggen. Maar tegelijkertijd kunnen we natuurlijk heel veel doen. Als ik kijk aan de duizenden mensen die afgelopen anderhalf jaar weer gekomen zijn, kunnen we natuurlijk onze gastvrijheid tonen. Mensen uitnodigen, straks weer rondom de kerst. Gewoon in de contacten die we hebben voor deze mensen zijn en ze, ja, thuis uitnodigen. Ik denk bijvoorbeeld ook, hè, want ja, wat kun je doen? Gisteren vannacht heb ik eigenlijk een heel machteloos gevoel. Ja. En tegelijkertijd denk ik van ja, we kunnen onze stem laten horen door mee te doen aan evenementen die zeg maar hier aandacht van vragen. Ja, helder. Vanavond op de Dam in Amsterdam worden mensen opgeroepen om een kaarsje mee te nemen. En nu op dit moment, als de laatste roep zeg maar uit Aleppo klinkt, gewoon maar daar te zijn. Ja, precies. Ja. Organisaties ondersteunen, middels giften, mensen die daar actief betrokken zijn. Ik denk aan de White Helmets bijvoorbeeld, hè, een mooie club, mannen die daar hulp verlenen. We moeten helaas af gaan ronden. Dank voor uw toelichting, meneer Ter Brinke. Ja, helemaal goed, joh. Succes. Bedankt. Goed doen. Ja, meneer Ter Velde, de strijd speelt natuurlijk al ook ontzettend lang in Aleppo. Waarom is dit zo'n belangrijke stad, zowel voor Assad als voor de rebellen? Nou, het is zeg maar de grootste stad van Syrië sowieso. 7,5 bijna een miljoen inwoners. Cultureel is het ook een grote stad. Een belangrijke stad voor Damascus. Het was Damascus dan de hoofdstad, hè? Maar die is kleiner dan Aleppo. Ja. En Aleppo is een beetje het sieraad altijd geweest van Syrië. Maar dus het is een grote prestigezaak voor meneer Assad om Aleppo terug te winnen. Maar ja, hij krijgt hem dan in handen totaal plat gebombardeerd. Het hele mooie centrum, ik ben er wel eens geweest vroeger. Ja. Met het prachtige museum. Ik heb nog op internet gezocht of het museum nog staande is, maar dat weet ik niet, kan ik niet vinden. Nee. Maar er liggen geweldig veel schatten zeg maar, uit de oudheid opgetast. Onder andere de kleitabletten van Ebla. Ja. Belangrijke stad dus. Belangrijke archeologie. Ja, precies. Ja, en de VN die lijkt eigenlijk niks te kunnen doen voor de burgers die momenteel vastzitten in Aleppo. Mm-hmm. Hoe kan dat? Ja, de VN die heeft nog nooit dat kunnen doen. Het is een praatorganisatie met een wat lacherige meneer soms die af en toe zegt dat hij zo bezorgd is. Meneer Ban Ki-moon, en straks gaat hij een opvolger geloof ik. Dat hij heel bezorgd is over de situatie, maar de VN zelf heeft nooit wat gedaan. De VN is net zo sterk als zijn individuele leden, zeg maar, dus de verschillende landen. Amerika natuurlijk als grootste land en als machtigste land. Ja. Maar je hebt daar ook Rusland en China die, als het over Syrië gaat, altijd weer tegenstemmen en met veto's. Dus het is daar ook een beetje een vechtcollege. Ja, Rusland heeft ook gezegd dat ze pas willen ophouden met de aanvallen als er een akkoord is over de corridors. Waarom is dat? Mm-hmm. Kunt u dat uitleggen? Voor de bühne. Ja, is dat voor het gevoel? Ja, natuurlijk. De Russen die zijn net zo geweteloos daar bezig als de Syriërs zelf. Ja. En meneer Poetin wil op het wereldtoneel natuurlijk de grote staatsman zijn van Rusland. Maar als je ziet wat ze daar uitspoken, ze hadden Assad tegen kunnen houden met het uitmoorden ook recent van die, wat we dan nu horen, van die rebellen, hè, die krijgsgevangen worden genomen. Je moet vrezen dat er tientallen al terecht zijn gesteld. Uh-huh. Er wordt van 80 of 90 wordt er gezegd in de media, maar men weet het ook niet precies. Kortom, het is een bloedbad en
Nou ja, tot het bloed op is, zal het misschien nog wel doorgaan, moet je vrezen. Ja, wat gaat er nou gebeuren als Aleppo, de strijd leek eigenlijk gestreden, maar nu zijn het opnieuw begonnen. Wat gaat er gebeuren als Aleppo weer in handen van de regering is? Nou ja, men zegt dat is het einde van de burgeroorlog. Ja. Maar ik denk dat er optimistisch is, want er zijn allerlei strijdgroepen die elkaar bestrijden. Je hebt het Al-Nusra, die zijn net zo bloeddorstig en wreed. Je hebt natuurlijk IS. Ja. Je hebt dan hier de rebellen in Aleppo tegen de Assad-regering. Maar die rebellen zijn onderling ook weer met elkaar in strijd. Dus ik bedoel, het is een wirwar van strijdgroepen en warlords. Die allemaal met elkaar overhoop liggen en elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En proberen natuurlijk ook de macht te grijpen. Ja, ja, want Assad zei zelf ook dat hij dacht dat het een stap naar het einde van het conflict zou zijn. Maar dat ziet u dus zelf niet zo. Nou, als je de situatie bekijkt, moet je vrezen dat dat niet zo is. Ja. En Syrië werd natuurlijk altijd onderdrukt. Het was natuurlijk altijd al een hele agglomeraat van groepen en stromingen. En Soenieten en Shiiten en Alawieten en noem maar op, al die verschillende stromingen. Maar door de dictatuur is zo'n land dan onder de duim te houden. Toen die 20.000 door Assad senior, dus de vader van deze Assad, die 20.000 mensen in Hama in Syrië neergemaakt werden op die ene dag, dat geweldige bloedbad, toen is er nooit meer een opstand gekomen. Nee. Tot nu toe. Ja. Althans enkele jaar, 2 jaar, 3 jaar geleden. Ja. En dat begon dus ook in het westen, in het zuidwesten van Syrië. Ja, ja, het is heel lang niet gelukt om Aleppo te veroveren. Nu lijken ze daar toch in de buurt te komen. Hoe komt dat het nu wel lukt? Nou ja, die verzetgroepen worden verzwakt waarschijnlijk. Het is een voortdurende oorlog. En wie dan maar het meeste wapens heeft en het machtigste is. En Rusland bombardeert natuurlijk voor Assad. En hij kan op de grond de dingen doen en ze zijn de winnende hand. Ja. Dus dat is de militair-strategische situatie. Ja. En IS, u noemde het net al eventjes, welke rol speelt die in dit conflict, ook om de strijd in Aleppo? Ja, in Aleppo kom je ze niet zoveel tegen. Ze zitten meer in andere delen van Syrië en van Irak natuurlijk met name ook. Ja. Maar ook Syrië. En dan heb je natuurlijk ook de Koerden, de noorden. Hè? Dus daar is ook strijd van de Koerden. Maar de Koerden zijn weer geen vriend van Assad, grotendeels. Dus daar liggen ook nog spanningen. Ja. En dan heb je de Turken die ook nog een vinger in de pap hebben. Ja, ze hebben er allemaal wat mee te maken. Ja, en ook militair zich er af en toe mee bemoeien. Ja. En dan heb je ook Israël die probeert om in de verwarring van de tijd waarin Syrië zich momenteel bevindt, te voorkomen dat Iran wapens stuurt naar, en dat gebeurt bijna dagelijks, naar Hezbollah in Zuid-Libanon. Ja. Dat is een grote bedreiging voor Israël. Ja, want heel kort nog eventjes, hoe moeten we dit plaatsen ook in het licht van de Bijbel? Ja, nou ja, als je bij de profeten leest en je leest over de oordelen die over Syrië komen, dan lijkt dit allemaal een beetje met elkaar te maken te hebben. Ja. Maar je kunt nooit ergens zomaar een bijbeltekst opplakken. Maar in zijn algemeenheid gesproken leven we natuurlijk in de eindtijd en zien we deze dingen zich voltrekken. He? We zijn het wel voortekenen daarvan. Jaren geleden hoorde ik een oude bijbelleraar. We moeten bijna gaan afronden. Hoorde ik zeggen, van Griekenland, daar zullen we nog veel van horen. En daarna het Midden-Oosten. En het is precies in deze volgorde gebeurd. Ja, helder. Dank voor uw toelichting, meneer Tervelde. U bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Uitgelicht. Tot dan. Dag.